vorige verkiezingen behaalde Open VLD een kartel met gemeentebelangen een ruime meerderheid met 8 zetels. Toch zit ze in de oppositie, want CD&V, N-VA en SPA stapten samen in een coalitie. De liberalen verloren dus de burgemeester Sjerp. CD&V-burgemeester Stefaan de Vos kijkt met een tevreden gevoel terug. We hebben bijna alles gerealiseerd wat we beloofd hebben aan de mensen. Op een paar uitzonderingen na, omwille van bepaalde omstandigheden. Maar ik kan vandaag zeggen, 95% van hetgeen wat wij ook in der tijd vooropgesteld hebben, hebben wij gerealiseerd. De oppositie denkt daar anders over. N-VA komt deze keer onafhankelijk van CD&V op onder leiding van de 24 jaar jonge Niels Willems. Hij is niet tevreden met de manier waarop de gemeente de voorbije 6 jaar op financieel vlak is bestuurd. Ik vind dat het huidige bestuur eigenlijk een vrij oppervlakkig beleid heeft gevoerd de laatste jaren. Ze hebben wel projecten uitgevoerd, maar die hebben enorm veel geld gekost en die kaderden niet eens binnen een visie op langere termijn. Met als gevolg dat we nu met een enorme schuldenlast zitten en dat is ook waar dringend een einde moet aan komen. De schuldgraad is hoog, maar wij als gemeente Kortenaken kunnen niet anders omdat we te weinig inkomsten hebben voor al die projecten te financieren. En het is doordacht gebeurd, ook naar de toekomst toe. En wij zullen zeker de Kortenakenaars daar niet mee belasten. Een van die projecten is de heraanleg van de fietspaden langs de Klipgaardestraat en de Krawatenstraat. Een topprioriteit vinden de coalitiepartners. Een ondoordachte beslissing, zegt het kartel Open VLD GBL. De fietspaden zijn heel goed. Maar het kost ook een heel hap uit ons budget. Maar binnen 2, 3, 4 jaar zal dat moeten terug opgebroken worden aan iedere woning. Omdat de dubbelriolering er komt of moet komen. En al de huizen die moeten aangesloten worden, moeten door het fietspad. Ja, dan moet het voor 75% terug opgebroken worden. En dat vind ik dan wel spijtig. Vandaag weet ik dat dat project, Klipgaardestraat, tot hier in Kortenaken, de grens met Kortenaken Centrum, niet opgenomen is in het milieuprogramma tot en met 2017. Dus direct zal er nog geen riolering komen. En als die riolering daar komt, de gescheiden riolering, gaan we de fietspaden niet opbreken. Men gaat wel af en toe moeten onderboringen doen, wat men nu ook moet doen als men huisaansluitingen moet doen. Dat kan gebeuren met onderboringen, maar dat zijn verzakkingen achteraf, dat weet je zo. Want dat kunnen ze nooit terug goed opvullen en dan komen er achteraf toch verzakkingen, dan moet het toch hersteld worden. Nutteloze investering of niet, de inwoners van Kortenaken zijn alleszins tevreden met hun nieuwe fietspaden. De nieuwe die er gekomen zijn, zijn heel goed, dat vind ik wel. Er mogen er natuurlijk altijd meer, maar het is wel een fietsvriendelijke gemeente over het algemeen, denk ik. Ze komen hun beloften ook soms na van de kwestie van fietspaden. Daar is inderdaad wat rond te doen geweest destijds en ze zijn er gekomen. De inwoners van Kortenaken zijn ook in het algemeen tevreden over het beleid van de laatste 6 jaar. Ik zou niet weten waarover dat ik moet klagen. Dus in alles is goed geweest en goed verlopen. Ja, ik vind het dat het heel mooi geweest is en heel goed. Ik denk over het algemeen dat ze hun best wel gedaan hebben. Hè. Dus ik heb daar niet zo direct een precies zicht op wat ze gedaan hebben, maar ik denk wel dat ze hun best gedaan hebben. Natuurlijk, altijd kan alles nog beter. Hè. Maar dat zullen we afwachten bij de verkiezingen. Hè. Vorig jaar plaatste Roger Leenaert zijn flitscamera langs de Hoeledense baan om wegpiraten te bestrijden. Er was er dus voorzien door de plannen om hier een flitspaal te zetten. Maar wegens financieel gebrek is die er niet kunnen komen. En daar tegenover staat dan mijn edelmoedigheid, mijn staatsburgerlijke zin en mijn solidariteit met de financiële bekommernis van de gemeente. En dan heb ik gezegd, wel, ik ga zelf een maken. Nu zijn er echte flitscamera's geplaatst en het centrum van Hoeledene is verkeersveilig gemaakt. De echte snelheidsduivels, ik denk dat je daar maatregelen mocht nemen, welke dan ook, daar moeten blijven optreden met beboetingssystemen. Dat is de realiteit, dat moeten we eerlijk durven toegeven. Maar nu is het wel zo dat voor de herinrichting gekozen is, dat het duidelijk zichtbaar is. Ik kom hier in een dorpscentrum binnen, de schoolomgeving is daar ook aangepakt. Dus dat het toch wel duidelijk is voor mensen van hier moet ik even gaan opletten.
Toch liepen de werken niet van een leien dakje. Ter aanleg van het rioleringssysteem door netwerkbeheerder voor riolering Riobra zorgde voor reukoverlast en barsten in de omliggende huizen. Over de vervanging van de verkeersdrempels door wegversmallingen is het kartel Open VLD GBL ook niet enthousiast. Volgens ons is het gevaarlijk. Met al die verkeersremmers, de drempel die er lag, ik ga niet zeggen dat er daarbij waren die niet moesten verbeterd worden, maar ik vond dat veiliger als nu die verkeersremmers, want die liggen op één rijstrook en ja, het verkeer, ze willen nog door. Er zijn al een paar ongevallen geweest, ja, we zullen zien. Al sinds de fusie van de gemeente Kortenaken in 1976 willen politici werk maken van de bouw van een sporthal. Het gemeentebestuur nam tijdens deze legislatuur de beslissing om er ook effectief een te bouwen. In september wordt de eerste steen gelegd naast feestzaal Bergendal. Toch zijn er vragen bij de noodzaak van zo'n sporthal. De komst van de sporthal op zich is natuurlijk een goede zaak. Ja, niemand kan er tegen zijn dat er initiatieven worden genomen om de sport hier in Kortenaken te verbeteren, de sportwerking. Maar als we dan zien dat dat de komende 30 jaar 200.000 euro per jaar gaat kosten aan de gemeente, dan vind ik toch wel dat men ergens een plan had kunnen opmaken van hoe dat die sporthal gaat functioneren en of dat die wel gaat werken. Voor mij moet dat een sporthal zijn die gebruikt wordt van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, bij manier van spreken. Wij moeten als gemeente bij onze vrije tijdsdiensten ook zeker zorgen voor een aanbod overdag voor kinderen, de schoolgaande kinderen, voor onze senioren. Dat mag geen battement zijn dat uren per dag leeg staat. De plannen voor een ambachtelijke zone aan de Eindestraat in Waanrode, een deelgemeente van Kortenaken, lokten heel wat protest uit bij buurtbewoners. Ze kregen de steun van oppositiepartij Open VLD GBL. Wij opteren voor ergens een KMO-zone waar weinig huizen staan of waar de huizen er geen hinder van hebben, ik zal het zo zeggen. Want een KMO-zone is toch voor zwaar vervoer voorzien een beetje. En als dat tussen de huizen of klein straatjes komt, zeker zoals Waanrode waar ze het voorzien hebben, dat zal moeilijk zijn voor de mensen die daar wonen. Ik begrijp elke buurtbewoner die denkt van hier gaat het misschien eens kunnen komen, dat die wat ongerust zijn, dat die geen details kennen, dat die zich organiseren om te protesteren. Maar voor alle duidelijkheid, we hebben nu in ons gemeentelijk ruimtelijk structuurplan op 5 zoekzones opgenomen. Dus absoluut nog niet bepaald, hier gaat ze komen. Maar hoe dan ook, moeten we ook denken aan onze lokale middenstanders en ondernemingen. En die mensen moeten verdienen ook een plek in de gemeente. Stof genoeg dus voor discussie in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. En iedereen hoopt natuurlijk op een verkiezingssucces. Ik verwacht te besturen en ik heb de ambitie voor 6 jaar nog verder burgemeester te zijn. Nou, wij gaan voor een zetelwinst. Iedereen doet dat wel zeker. Ik denk dat wij nog altijd de grootste partij zullen blijven. Dat is moeilijk om daar een voorspelling voor te doen van wat we kunnen verwachten. Maar we kunnen natuurlijk alleen het beste hopen en ons best doen.